Ja, we staan hier bij Bradley Roes. Hij heeft zich gekwalificeerd voor Lakeside door van Tinus van Tiel te winnen. Ja, dat moet toch heerlijk voelen dat je hier komt en het lukt gewoon. Ja, na anderhalf week geleden was al geplaatst voor de JDC WK-finale in Ellipilli. Dus mijn gevoel was eigenlijk wel goed, alleen moest ik nog wel uitvoeren. En het begin was een beetje zenuwen, maar zeg maar... Na de verdere wedstrijden had ik het eigenlijk wel goed onder controle en gelukkig dat ik de halve finale heb gewonnen en nu naar Lakeside toe ga. Ja, laten we even naar vandaag kijken. Volgens mij de eerste 2 of 3 wedstrijden won je met 4-0. Eigenlijk niet zo heel veel tegenstand natuurlijk. Is het dan lastig om juist in een wedstrijd waar je wel tegenstand hebt, namelijk van een Tinus van Tiel die al van bijna eerder versloeg, om je dan zeg maar op te laden om wel dat topniveau te laten zien? Ja, natuurlijk. Toch, elke wedstrijd is anders. Je moet toch, zeg maar, als je tegenstander goed gooit, moet je eigenlijk gewoon meegaan. En dat deed ik op zich wel. Alleen af en toe was het op zich nog wel, was het wel slordig, maar dat was gewoon puur trainen en kon vanzelf eigenlijk wel goed. Maar natuurlijk, het opladen voor een wedstrijd moet natuurlijk altijd. Ja, ja. Laatste pijl. Je begon goed tijdens bij de wedstrijd van Tinus van Tiel. Van Tiel kwam terug. En dan die laatste pijl. Voelde je van oké, dit is de pijl die mij naar Lakeside gaat brengen? Nou, eigenlijk niet. Want tops is eigenlijk nooit mijn favoriete dubbel. Maar vandaag liet hij op zich wel aardig. Maar normaal heb ik liever dubbel 10 of dubbel 16 of zo. Maar dat ik hem erin zag vliegen, gaf me wel een blij gevoel. Ben je eigenlijk ooit auto bij Lakeside geweest? Nee, dit wordt mijn eerste keer. En ook mijn eerste keer in Ellipilli en nu ook Lakeside. Dus eigenlijk dubbel feest. Dubbel feest. Bradley Roes gaat naar en het JDC-WK en naar het Lakeside, naar het WDF-WK. Veel succes daar en laat zien wat je kan. Dank je wel.